Dit is Den Haag in 60 seconden. In portiekwoningen in de Linnaeusstraat zijn zaterdag meerdere personen onwel geworden door koolmonoxide. Vier bewoners, een gezin met jonge kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De koolmonoxide kwam vrij door een kapotte cv. Enkele honderden mensen hebben dit weekend de open dag van het geplaagde Aloysiuscollege bezocht. Een paar maanden geleden werd de school nog gered van de ondergang. En afgelopen week was er een steekpartij. De school wil nu vooral naar de toekomst kijken. Op de Westmadeweg is afgelopen weekend een woning overvallen. Vier overvallers bonden de bewoner vast en gingen er met een onbekende buit vandoor. Ondanks het 2-1 verlies zondag in de Kuip tegen Feyenoord vierde ADO Den Haag toch feest. De voetbalclub werd namelijk op 1 februari 1905 opgericht. Het was een gezellige feestavond met ook de opening van het ADO Museum. En dit was Den Haag in 60 seconden.